We gaan verder met de heer Van Druiten van Burgerbelangen. Die heeft nog veel tijd. Beschouw het niet als een uitnodiging. Maar u heeft nog bijna 3 minuten. De heer Van Druiten, Burgerbelangen. Dank u. Ja, ik zit hier ook nog maar 12 jaar, dus dan is het ook lastig om dat... Maar goed, een zak M&M's, gele M&M's, 400 gram. Dat kost bij de Jumbo tegenwoordig €4,19. En eigenlijk zijn alle dagelijkse producten duurder geworden. En de helft van alle Nederlanders heeft moeite om rond te komen tegenwoordig. Dat wil ik toch even gezegd hebben. Dus alles wordt duurder. En dat is ook de reden waarom we mede indienen zijn met de VVD. Het kan verkeren. Maar met de abonnementen van de OZB en de hondenbelasting. Omdat wij vinden dat waar we als overheid 30 miljoen euro overhouden, ja, dat niet kunnen maken om dan de lasten te gaan verhogen. Dat kan gewoon niet. De burger heeft al genoeg voor zijn kiezen. Voor de minima is er vaak al voldoende geregeld. Huursubsidie, zorgtoeslag, vaak sociale huur ook nog. Dus een huur soms van 300, 400 euro. En een ander moet 1000 euro betalen, komt nergens voor een aanmerking, heeft bijna geen geld meer te besteden. En de nieuwe armoede zit bij de middenklasse. Dus vandaar dat we dat steunen. Moet ik wel zeggen dat de hondenbelasting voor ons een twijfelpunt was. Maar dat zal bij de VVD ook gelden. Omdat ze eigenlijk tegen de hondenbelasting zijn. Dus indirect gaan we nu wel voorstemmen dat, voor het gegeven dat er hondenbelasting wordt gegeven. Maar dat hebben we dan maar voor lief genomen. Ja, dan toch ook iets positiefs. We merken dat cultureel erfgoed dat verbeterd is in Ede. Dat er meer bewustwording lijkt te zijn. Nou, dat wordt ook in de begroting aangegeven. We gaan de focus leggen op verduurzaming van monumenten. Goede zaak. We gaan kijken wat karakteristieke panden in onze gemeente voor waarde hebben. En dat zoveel mogelijk in kaart brengen. En daarop aansluitend hebben we eigenlijk gekeken als burgerbelangen. Wat kunnen wij daar nou nog verder aan bijdragen? En wat we dan zien is eigenlijk dat we best wel positief zijn over het historische lint. Hè, in Ede Centrum waar ruimte is voor gevelverbetering. Wat vanuit de gemeente ook gestimuleerd wordt. En wij zouden graag willen inventariseren. Of althans dat het college dat gaat doen. Want die is daar wat meer kundig in. Ga ik vanuit. Om te kijken of dat ook misschien in de buitendorp geldt. Dus misschien in Lunteren is er misschien ook wel behoefte aan zo'n fonds. Of om misschien om dat op te rekken. In het Ede Centrum. Om dat misschien breder te trekken dan enkel... Ja, dat beperkte stuk. En ons daarover dan als raad te informeren. En die motie die wordt mede ingediend met het Forum voor Democratie. En onze oudste lokale partij in de gemeente, Gemeentebelangen. We hopen dat die motie breed omarmd wordt. En ook zeker door het college natuurlijk. Maar ik zie al een interruptie. Gaat het over de motie? Ja, dan moet u eerst even ingediend worden. Oh, ja. Dat is de motie gevelverbeteringsfonds uitbreiden naar de dorpen. Maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. De heer Koekoek, D66. Ja, wij staan heel sympathiek tegenover het idee om het winkelhart te verfraaien. En ook zeker in Ede heeft dat goed gewerkt. Nu vraagt de motie om het uit te breiden. Maar die uitbreiding hebben we nog wel een aarzeling over. Want dat is dan niet in het kader van een plan om ook het winkelhart te verbeteren zoals het in Ede was. En als je het hebt over verbeteren van die gevels, sowieso... Als je het hebt over zo'n soort instrument, je kunt natuurlijk subsidie geven, maar je kunt ook meer normeren. Je kunt ook gewoon de regels duidelijk maken van hoe je wil dat die gevels eruit zien. En ik vind zomaar elke keer geld geven aan die ondernemers om te zeggen we willen dat die gevel mooier wordt, vind ik ook wel een hele stap, want het is wel geld van een gemeenschap. Hoe denkt de indiener eigenlijk over die keuze? Regels stellen of geld geven? De heer Van Druiten. Ik denk dat de heer Koekoek wat op de zaken vooruit loopt. Het kan best, want wij zijn in die zin zitten we daar nog een stap voor. Wij zien dat het in Ede gewerkt heeft. We weten ook niet zeker of dat bijvoorbeeld in de buitendorpen van toepassing zal zijn. Of er geld voor moet komen. Maar we zouden graag de mogelijkheid willen onderzocht hebben. Of in ieder geval de inventarisatie hebben gedaan. Van is het ook de moeite waard om dat breder te trekken? En het kan best zijn dat dit college zegt. Naar aanleiding van met kennis en kennis van mensen die kennis over hebben. Dat ze zeggen nou dat is voor de buitendorpen minder relevant of minder van toepassing. Dus daar willen we een voorzetje geven. Maar we willen niet zeggen dat we per definitie. Want dat ben ik met u eens. Die gevels dat is een instrument op zichzelf. Misschien kiezen we wel voor een ander instrument. Of misschien zeggen we wel nee, dat is de moeite waard niet. Maar we vinden het zonde als we dat niet in ieder geval inventariseren. Dat is eigenlijk onze motie. Dus dat is eigenlijk prematuur. U gaat er al iets verder op vooruit dan wij. De heer Koekoek.
Ja, bedankt voor die toelichting. Dus dat betekent dat in dat onderzoek ook meegenomen kan worden of er andere instrumenten zijn dan een subsidie. Die misschien dan ja, minder geld kosten, sowieso, maar misschien ook net zo effectief zijn. De heer Van Druijten. Ja, de motie roept daar niet specifiek toe op, want hij heeft het wel over die gevels. Maar goed, als er blijkt dat er allerlei inzichten zijn die wij niet kennen, en ja, dan zou dat in onze beleving ook zijn. Wij denken wel dat als die gevels verbeterd zijn of meer een historisch ja, look, of in ieder geval meer, dat de kwaliteit ook omhoog gaat van het winkelgebied. En dat is eigenlijk het streven, of in ieder geval ja, om het zo mooi mogelijk te maken. En ik denk dat dat voor iedereen goed is. Maar voor ons is dat middel, dat staat ook niet vast. Maar we zien juist dat het met die gevels, dat zo'n succes is geweest. En dat is dan eigenlijk van, als het zo'n succes is, is het dan misschien niet een idee om te kijken of het ook een succes elders kan zijn. Dat is eigenlijk in de notendop onze motie. Ja, de heer Van Emmerik wil nog reageren naar u, meneer Koekoek. Blijft u nog even staan, de heer Van Emmerik, gemeentebelangen. Ja, zo komt u er niet vanaf blijkbaar. Nee, gaat uw gang. Voorzitter, het wordt een lange avond. Nee, dank u wel, voorzitter. En zonder vooruit te lopen op inderdaad het middel, want hoe het handig is om dat soort gevels te herstellen is natuurlijk de vraag, wil ik toch nog even een misverstand hier uit de lucht halen. Want het is natuurlijk die gevels hernieuwen en onze dorpscentra mooi maken is natuurlijk voor het algemeen belang. En het is, denk ik, volgens gemeentebelangen oneerlijk om die ondernemer daarvoor te vragen om daar weer voor te lappen als wij met z'n allen een mooi dorp willen. We hebben het hier niet over grote multinationals die miljoenen te besteden hebben om prachtige gevels te hernieuwen. We hebben het hier over MKB-bedrijven die al veel te vaak door de overheid als pinautomaat worden gebruikt. En het is heel goed om te kijken of we die op een manier kunnen helpen, zodat we een mooi dorpcentra kunnen creëren zonder daar weer geld vandaan te halen. En de vraag, voorzitter, of ziet de heer Koekoek het MKB wel als een pinautomaat voor de overheid? De heer Koekoek. Ik denk dat ik het antwoord kan raden. Ik voel een soort verkiezingsvibe, terwijl gemeentebelangen volgens mij nog niet eens in de verkiezingen zit. Maar misschien is dat de reden dat u hier een beetje uw punt maakt. Ja, ik moet heel erg denken. Natuurlijk zie ik het MKB niet als een pinautomaat. Absoluut niet. En ik zie ook de belastingbetaler natuurlijk niet als pinautomaat. Want dat is de andere kant natuurlijk van dat geld moet wel ergens vandaan komen. Maar ik zit nu wel even te denken aan de situatie in Bennekom, waar we net een hele ontwikkeling voor de boeg hebben. We hebben het ook heel veel over de gevels gehad en over hoe dat eruit zag. Dat wordt natuurlijk door in dit geval een grote ondernemer, is geïnitieerd, zeg maar. Hè? En dan is wel de vraag van, moet je daar dan als overheid nog weer geld bij doen voor al die gevels? En met welke criteria? Ik vind dat toch nog wel moeilijk om te zeggen dat zomaar moet, want dat is ook een commercieel plan, wat weliswaar aan eisen moet voldoen, maar wat dan uiteindelijk ook voor die initiatiefnemer is. Dat vind ik eigenlijk in eerste instantie logischer. De heer Van Emmerik. Ja, voorzitter, dan denk ik dat wij op bepaalde gebieden hier van mening verschillen. Ik denk vooral dat het voor de kleinere bedrijven die de gevel in ere willen herstellen zoals die ooit was, het goed is als wij hier als overheid bij helpen, want het dient het algemeen belang. En we kunnen niet altijd maar aan de ondernemer vragen om alles voor de rest van de samenleving te betalen. Ja, kort, het was geen vraag volgens mij, maar... Nee, het was wel een conclusie dat wij van mening verschillen. En dat is misschien toch niet helemaal, dat zou kunnen, maar op het punt van, in het kader van een heel duidelijk project en een heel duidelijk plan en wat we daar als gemeenschap mee willen, kan ik me er wel iets bij voorstellen. Maar het moet wel heel goed afgebakend zijn. Het moet niet zomaar zijn van, we geven voor die ene gevel geven we zomaar geld. Dus dat zou de conditie zijn die ik eraan verbind. Ja, u kunt verder gaan, de heer Van Druijten, burgerbelang. Nee, de heer Westraten richting de heer Van Druijten, neem ik aan. Ja, gaat uw gang over de motie, de heer Westraten, ChristenUnie. Ja, dank voorzitter. Voorzitter, een sympathieke motie ligt voor over die gevels. Ik hoorde de heer Van Druijten twee dingen zeggen. Eén, dat het een succes is. Ik ben even benieuwd, hoe kan de heer Van Druijten uitleggen dat het een succes is? Is het aan de hand van een evaluatie of is het een eigen aanname? En dan zometeen de tweede vraag. Eerste vraag. Hoe weet u het, de heer Van Druijten? Dat wordt eigenlijk ook aangegeven door dit huis, van dat er enkele ondernemers zijn die daar gebruik van hebben gemaakt. En dat blijft natuurlijk subjectief, maar ja, het ziet er mooier uit. En het wordt wel door de gemeente zelf als een ja, succes gezien. Ik weet alleen niet of dat succes ook elders aanslaat. Alleen bij ons is enkel de vraag van, zouden we dat niet gewoon kunnen inventariseren? En dat kan ook betekenen dat het misschien in de buitenloop niet werkt. Dat zou ook een conclusie kunnen zijn. Dus ik wil daar niet op vooruit lopen.
Maar ja, de verhalen zoals ze nu gaan, is het centrum er beter op geworden. Omdat enkele gevels toch wel hersteld zijn. Het ziet er gewoon mooier uit. Maar het blijft ook een kwestie van smaak. En wij houden van historie, dat is ook bekend natuurlijk. De heer Westraten, de tweede vraag. Ja, dank voor. Geldt wel als één interruptie hoor, twee vragen. Ja. Prima. De tweede vraag zou zijn van, u vraagt in twee bullets twee keer om een inventarisatie bij de kernen. En ik vroeg me even af of u weet of dat al niet gebeurd is. En of heeft u daar ook contact al gehad bij de ondernemersverenigingen of iets dergelijks in die kernen. Want nu vraagt u eigenlijk aan het college om dingen te gaan inventariseren die wellicht al bekend zijn. Want ik kan me voorstellen als in twee kernen dat al plaats heeft gevonden, dat andere kernen ook al naar bijvoorbeeld Ede Centrum hebben gekeken van, heel, dat zouden ook wel willen. Heeft u daar een reactie op? De heer Van Druiten. Als het college het al in kaart heeft gebracht en al een memo verlicht, dan hoeven ze het één op één door te sturen, het knippen plakken. Kunnen zeggen, nou, we zijn druk bezig geweest. Dus dat lijkt me dan in die zin een luxe probleem. Voor zover ik weet hebben ze dat niet geïnventariseerd. Tenminste, ik heb die indruk niet. Maar als ze het wel hebben gedaan, ja, dan zou het ook zonde zijn als ze ons die informatie niet doen toekomen. Dus dan zou ik de motie als een steun in de rug zien. Maar dat horen we straks waarschijnlijk wel van het college. Ja. Ja, krijgt u de motie weer terug, want ja, we willen hem toch echt wel indienen ook. Had u uw termijn afgerond of had u ja, nog zaken? Ja, eerlijk, die bijdrage van de heer Van Emmerik. Mocht hij ooit politiek dakloos worden, dan kan hij ooit bij ons... Ja.